Treintje Oosterhuis leidt een gelukkig leven in Alphen. Hun huwelijk heeft ruim 10 jaar geduurd. Maar nu vertelde ze opeens over de moeilijkheden na het beëindigen van haar eerdere huwelijk met Sander van den Ede. Treintje is getrouwd met Sander en samen hebben ze 2 zoons. Op dat moment had ze absoluut geen idee dat de scheiding op het punt stond te gebeuren. Maar uiteindelijk wist ik dat dit de beste keuze was. Vooral voor mijn kinderen, zegt de zanger in de podcast met Pepijn Lane. Dat bleek zo te zijn, want haar relatie met Sander bleef sterk en hun kinderen groeiden sterk op. Mijn oudste zoon bedankte me laatst. Hij zei, mam, ik wil jullie bedanken voor hoe goed jullie het hebben gedaan. Treintje beschouwt zijn ouders als een goed rolmodel. Ze zaten ook uit elkaar en uiteindelijk hebben ze het samen heel goed kunnen doen zonder dat het ingewikkeld werd. Natuurlijk waren er moeilijke momenten. Soms weet ik niet of ik het wel of niet kan verdragen. Maar het scherpe gevoel zal verdwijnen. Dan blijft het mooie nog over, het opvoeden van je kinderen. Een jaar na de scheiding begon Treintje een relatie met Alphen, met wie ze een dochter kreeg. De jongens en meisjes konden altijd goed met elkaar overweg, en Alphen heeft een belangrijke rol gespeeld in...